Goedenavond, we staan hier vanavond voor de Poco Loco in Heulen. Goedenavond, Eddie Vens. Deze avond is er Fireman Party. Leg eens uit. Dit is een nieuw product van Vleugel en Boswandeling. En dit wordt gesponsord door dus Boswandeling en Fireman. En dat is een nieuw product dat ze in shotjes gevormd, dat ze er geven. En ze hebben mij gevraagd of ik dat product wilde promoten. En zodoende heb ik dat gedaan, ja. En we zijn goed bezig. En we gaan ook met een brandweerman laten strippen vanavond. En zoals iedere maand zijn er twee parties in de Poco Loco. Eddie, kun je mij iets meer vertellen over Poco Loco, over de zaak hier in Heulen? Ik ben gestart met een gewoon café. Dat is meer uitgedraaid naar een nachtcafé. Zodoende dat iedereen mij kent van vroeger in de Billy Bobs. Ik was Miss Bibi. En zo verder heb ik gewoon gezegd van ik ga café begaan. En nu hebben we 6 jaar een zeer goed café. Dus ja, wat moet ik meer zeggen? Het is een toffe band. Het zijn toffe feestjes dat we vieren. Dus iedere nacht holle bolle, ja. Is het een open-minded café? Het is een open-minded café. Iedereen is welkom. Zowel hetero, homo, lesbisch, travesties, transseksueel. Iedereen is welkom, want ja, we leven nu eenmaal in 2012, dus moeten we open-minded zijn. Er is al miserie genoeg op de wereld, dus ik mag van iedere nacht een feestje en iedereen is welkom. Eddie, de naam Poco Loco, hoe is die ontstaan en hoe bent u hier dan terechtgekomen? Ik heb heel lang met een jongen geweest samen, een beetje half Spanjaard. En eigenlijk is dat gewoon ontstaan omdat ik, ja, ik ben zot van Spanje en ja, Poco Loco is gewoon zot. En ja, de zotste die achter het doos staat is natuurlijk ikzelf. Ja. Dus ja, Poco Loco is dan de naam zo ontstaan. Worden er nog meer van zo'n leuke parties georganiseerd dit jaar? Dus iedere maand, zoals ik reeds zei, zijn er 2 parties op de maand. En dat is iedere keer gesponsord door grote producten. William Lawson, Bacardi, alles dat je maar kunt denken, zijn bereid om met mij samen te werken. Overtuig de mensen eens om wel eens een avond naar de Poco Loco te komen. De Poco Loco is alle dagen open, behalve de zondag en de maandag. En altijd om 20 uur. Waarom moet je naar de Poco Loco komen? Gewoon, ja, het is een soort feestje. Van elk moment dat je binnenkomt, kunnen we een goed feestje bouwen. En zo niet, ja, we zien wel, we maken er zelf feestje van. Veel volk of geen volk, we amuseren ons en we maken er een geestelijk feestje van.